Hallo en welkom bij deze nieuwe serie, de Sprint Mode Races. Ik denk dat ik midden race in deze video ga doen, maar dit is een live commentary. Dus dit is eigenlijk, ik doe niet zo vaak terwijl ik aan het racen ben live commentary. Maar nou ja, ik denk, ik ga gewoon proberen om misschien gewoon een vaste serie van te maken van Sprint Mode Races. Ja, kijken hoe jullie het ontvangen. Ik probeer het gewoon even. Ik heb normaal gesproken rijd met geen assist, maar nu heb ik alleen, omdat sommige circuits zijn een beetje moeilijk voor mij als die vraag. Oh jee, lekker begin weer. We hebben nog geen bocht gehad en we zijn gespind. Dat is dus wat altijd gebeurt in deze sprint mode races. Maar ik heb dus, zoals je ziet, ik heb de racing line heb ik aanstaan. Dat is de enige assist die ik aan heb staan. Normaal gesproken heb ik geen assist, maar online, sommige circuits ken ik nog niet zo heel erg goed. En online, normaal gesproken, dan oefen ik gewoon eventjes totdat ik het circuit wel ken. Maar online kan dat natuurlijk niet. Dus daarom heb ik even de racelijn aangezet, want je weet nooit wat voor circuits je gaat krijgen. Maar als we, kijk, zoals je wel kan zien, het is nog steeds erg moeilijk voor mij. Eigenlijk normaal gesproken rij ik, normaal gesproken heb ik eigenlijk wel assist aan, maar heb ik eigenlijk alleen maar mijn remassist uit als ik online race. Maar ja, ik vind het een beetje, dus dit is eigenlijk gewoon de eerste keer dat ik rij met zo weinig assist, met alleen de racelijn. Maar goed, we liggen zevende en ik ben niet zo heel erg snel. Maar ja, ik hoop niet dat dit, er moet iets meer actie in komen, denk ik. Als we hier die McLaren, wat is het? Een Oostenrijker volgens mij. Ja, het is een Oostenrijker. Kijken of we de zesde plaats kunnen pakken zonder al te veel geweld. Misschien aan de binnenkant. Dat was, volgens mij is dit best wel een bocht naar links, maar hij besloot om naar rechts te sturen, dus ja, misschien ligt het aan mij. Maar goed, we liggen dus nu zesde als ik hier mijn verrem en alle twee mijn voorwielen lok en helemaal 2 kilometer vanaf de apex ben. Dat is niet zo erg. Ik ben echt zo slecht, jezus. Ik denk dat dit ongeveer de eerste keer is in deze race dat ik een bocht goed neem. Maar goed, we gaan dus proberen nu P5 te pakken. Volgens mij is dat een andere McLaren. Kijken of we dichterbij kunnen komen. Maar je weet natuurlijk ook maar nooit, want heel vaak hebben mensen voor je ook penalties en zo, waardoor je eigenlijk... Oh jezus, hoe ik die bocht nam, jezus, dat is echt, ik ben echt Hot Lap Masterclass aan het doen. Dit is echt, ik heb gewoon de Hot Lap Masterclass verbeterd van Arava. Maar, hier, kijk, 2 auto's, die zijn mij aan het nadoen nu. Die denken, weet ik niet, maar we liggen nu 4e. Misschien kunnen we nog, het is al de laatste ronde, we gaan het snel. Misschien kunnen we nog het podium pakken. Ik spin, oké. Nee, ik denk dat P4 houden belangrijk is, want als ik daar mijn wiel lok. Kom op. Kunnen we nog uit de slipstream op het podium komen? Ik denk het niet. Nee, dat gaat niet meer lukken. Oké, we hebben dus P4, maar misschien zijn we nog wel op het podium. Ja, we zijn nog steeds, we zijn derde, want een auto voor ons had een penalty. Maar dat was dus deze race. Ik denk dat ik nog wel, het is wel heel erg kort als ik het hierbij laat. Ik denk dat ik nu even stop met filmen en dan zie ik jullie zo meteen weer. Zo, daar zijn we weer. En ik heb slecht nieuws. Tenminste voor mij. We zijn op Monaco.
Dus dit gaat echt één grote hutspot worden daar in die eerste bocht. En ik denk ongeveer over de hele race. En mijn engineer die waarschuwt me al, maar dit gaat echt... Ja, dit gaat niet goed aflopen in die eerste bocht daar. Dus kijk of we het gaan overleven. Ja, we hebben het overleefd. Kan je dit geloven? We hebben gewoon de eerste bocht in Monaco overleefd en we liggen ook nog eerst. Oké, nu moet ik ook nog mijn positie zien te houden en dat gaat heel erg moeilijk worden, denk ik. Ja, alhoewel. In Monaco is het natuurlijk wel heel erg moeilijk om in te halen. Maar ik ga ongetwijfeld heel wat fouten maken in deze race. En nu kan jij nu gewoon doorspoelen in de video en kijken waar ik ga finishen, maar dat kan ik helaas niet. En doe dat ook niet, want dan spoiler je al alles voor jezelf. Dus, nou ik rij, nou eigenlijk gaat het best wel goed. Ik heb nog niet echt fouten gemaakt als die auto voor ons gewoon vanuit, weet ik niet, vanuit heel ver weg. En één keer die hele bocht mist en nu ons ophoudt en we zijn gespind. Oké, dit is... zo frustrerend. Oh, ik. En we hebben die Williams meegenomen. Of die spinnen ook uit zichzelf. Maar ik weet echt niet wat er daar gebeurde net in die chicane. Dat die auto, ik ben er heel lang geworden. Die auto die heeft sowieso een penalty. Want dat kan gewoon niet. Want die remde gewoon, die ging gewoon in één keer recht door in die bocht. Die remde gewoon niet. En daarna spinnen die ons ook nog. Maar ja, goed, we liggen nu derde. En als hij een penalty heeft, liggen we tweede, denk ik. Als we dan zien hoe erg ik rijd. Ik raak gewoon elke muur hier. Ik denk dat ik wel 20 keer de muur heb geraakt voor gewonnen. Maar, dat bedoel ik, zo kan je ook deze bocht nemen. Het gaat eigenlijk wel sneller, maar... Ja, misschien liggen we nu effectief tweede. Want ik kan... Oh, nee. Misschien... Nee, want die auto voor ons, dat was... Ja, ik weet niet, maar... Als we nu zelf ook hetzelfde doen als wat die auto eigenlijk net deed. Oké, we liggen nu... tweede, maar nu niet meer. Omdat... Nee, Jezus. Oh. Mijn god. Oké, we liggen nog steeds derde dan. Ook goed. Maar dat is dus... Als diegene die nu eerst ligt, als die een penalty had, dan ga ik echt huilen. Want dan heb ik nu gewoon eigenlijk de leiding over... kwijtgeraakt. Als de auto voor ons nu een tijdzet van 1.16 was volgens mij. Wij... We hebben een 1.22, dus ik ben 6 seconden langzamer dan hem. Oeps. Nou, mooi rondje. Hallo Ferrari. Welk land kom jij? Groot-Brittannië, oké, leuk. Ik zie nu al dat de kwaliteit heel erg slecht is, want de zon schijnt op het scherm. Dat is niet zo leuk, maar ja, als we... Oh, nee! Niet ons inhalen. Oh ja, het is wat laatste ronde. Het gaat zo snel, ik ben niet gewend om... Nee, dat is toch leuk! Oh. Ja, kom op, geen penalty, alsjeblieft. Yes, ik leef nog, oké. Dus we gaan alleen gewoon derde worden. Best zo slecht. Ja, we worden dus derde. Ik denk niet dat iemand voor ons nog een penalty heeft. En anders ben ik waarschijnlijk meer dan 10 seconden erachter gefinished. Nee, niemand had een penalty. Dus eigenlijk, ja, derde was het best wel het best mogelijke. Maar ja, ik denk dat ik nog 1 race ga doen misschien. 3. Ja, ik weet niet. Maar ja, ik doe wel gewoon. Dan zien jullie zo weer. Daar zijn we weer voor de laatste race van deze video in Bahrein. In onze mooie Ferrari.
En we starten als tweede met een Duitser voor ons. En terwijl ze achter ons twee Spanjaarden. Dus ja, we kunnen in ieder geval niet slechter dan vierde finishen. Dat is alvast positief. Als ik de eerste vroeg doorschakel. Maar ja, gewoon kijken wat eruit gaat komen. Een nieuwe race, nieuwe kansen. Er moet niks fout gaan als ik daar best wel vroeg rem. Maar dat kwam wel goed uit. Want nu liggen we eerste. Kijk. Zo'n start moet je hebben. Hopelijk gebeurt er nu niet hetzelfde als wat er in Monaco net gebeurde. Nou, het gaat tot nu toe gaat best wel goed. Toro Rosso is het volgens mij die ons heel erg onder druk zet. Oh, kom op, wat een waarschijnlijk. Oh nee. No. Ik weet niet of dat was. Ik weet niet wie schuld het was, maar. Ik moet echt nog terugkijken wat daar gebeurde. Was het nou mijn schuld? Stuurde ik te vroeg in terwijl hij daar zat? Of spinde hij mij gewoon van de baan? Maar dit is eigenlijk best wel een saaie race, denk ik, dit voor jullie. Nou, we zijn 6 seconden achter de leider. We gaan dit niet meer winnen. Ja, dit ga ik er gewoon uitknippen. Dit is saai. Ik heb niks te doen. Ik ben helemaal in mijn eentje. Oké, even op de race director kijken. Nee, geen penalties. Dan weet ik dat ook weer dat ik niet binnen die 10 seconden hoef te blijven. Oké, we gaan gewoon voor de snelste rol. Ik ga gewoon zo snel mogelijk een ronde zetten. Ja, dat is wel een goede ronde voor mij doen, maar we gaan niet paars. Dus ik denk dat we er misschien een fractie achter zitten of zo. Maar goed, we komen dus aan de finish als tweede. Oh, nou die Spanjaard in de Lotus volgens, die was echt veel sneller. Die had een 1.32.5. Maar goed, dat is dan deze video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het misschien een beetje leuk vonden, misschien niet. Misschien moet ik hier gewoon mee stoppen, omdat ik gewoon te erg faal. Laat me gewoon even weten. In de comments, dan weet ik dat ook weer. Nou, heb ik nog iets te vertellen? Nee. Dan zie ik jullie weer in de Season Challenge. In het zesde deel, of zevende deel van de Season Challenge. Ik ga denk gewoon kwalificatie race in 1 doen, dat ga ik gewoon vlak hierna doen. Dus dat staat waarschijnlijk ook vlak na deze video op YouTube. Of misschien niet, maar dan de auto glitcht. Oké, raar. Dus zag je dan, hij stapte uit een onzichtbare auto. Maar goed, dan zie ik jullie weer in de volgende video.
Hallo en welkom bij deze nieuwe serie Sprint Mode Championship. Of Sprint Mode Race, eigenlijk geen championship, want Oh mijn god, wat een faal. Hallo en welkom bij deze nieuwe video. Nieuwe serie eigenlijk. Sprint Mode Races, denk ik. Ik denk dat ik in deze video... Welkom bij deze nieuwe video. Oh mijn god. Jezus.